Hoi, leuk dat jij weer een video bij mij komt kijken voor mijn Hatchimal Collectibles seizoen 3. Voor mijn woestijndieren, mijn koala, mijn kangaroo en mijn zandslang wil ik een woestijn gaan maken. En ik had al van Spinmaster zo'n leuk woestijngebiedje gekregen. Maar het is wel leuk om mijn eigen woestijnplekje in mijn Hatchtopia voor ze te knutselen. En nu had ik van Eva de Haan een heel leuk idee gekregen. Ze zei, je kan dus, ze had het eigenlijk gezegd voor de savanne, in een schelp maken. Maar dat ga ik dan dus doen voor mijn woestijn. Ik ga een woestijn in een schelp maken. Zulke grote schelpen zou je misschien kunnen vinden in bijvoorbeeld bij de decoratie. In winkels als Zenos of Action. Misschien vind je daar zo'n schelp. Ik had hem gekregen, of tenminste gekocht bij Dolfinarium. Dat is inmiddels jaren geleden. Daar kon je dan de roggen en de kleinere haaien voeden. En dan kreeg je dus je voeding, zeg maar, het voedsel kreeg je dan in zo'n zandschelp. En die heb ik dus toen bewaard. Vond ik wel hartstikke leuk. Nou, een schelp en daar dan in dit geval binnenspeelzand doe ik er gewoon in. Want dat maakt dan geen zooi. Als mijn zand dan toch per ongeluk valt op mijn grasmatje, zeg maar, op mijn Hatchtopia, dan is dat helemaal niet erg. Want dit kan je heel makkelijk weer opruimen. Zoals je hier kan zien, het heeft heel sterk de neiging om aan zichzelf te kneden, te kleven en niet aan andere spullen. Dus dan kan ik het wat makkelijker opruimen. Dus zo heb ik dus een woestijntje heel snel kunnen maken in een schelp. En dan ga ik nu met klei aan de gang. En dan ga ik cactussen knutselen. En dan heb ik dus heel snel eigenlijk een woestijntje kunnen maken. Ik heb bij Action verschillende soorten klei gekocht. Vond ik hartstikke goedkoop. Het is oven klei. Dus dat bak ik dan straks een half uurtje in de oven op, ik geloof ongeveer 110 graden. Wat staat hier? Nee, 120 tot 130 graden. 10 tot 15 minuten in de oven. Oké, nou. Dan ga ik dus met groene klei aan de gang. En ga ik beginnen met het maken van een cactus. Ik ga even beginnen met wat bolletjes klei. Even goed je klei warm maken. Ik ga hem een beetje oprollen en dan proberen hem iets meer ovaler te maken tot een leuke vorm voor een cactus. Zo. Dan ga ik dit ook eventjes opwarmen en een beetje zo uitrollen. En dan ga ik dit hier aan vastmaken. En dan even met mijn nagels. Je kan het even met een satéprikker of iets met een scherp puntje. Kan je het mooi hieraan vastmaken. Zo. En dan nog eentje. Ja, nog eentje, jongen. Zo. Oh, even iets netter. Even mooie rollen. Zo. En dan omhoog. En daar. En ook dit weer even zo goed vastmaken. Mooi. En dan met oranje klei even een paar kleine bloempjes maken. En die maak ik dan hierop vast. En ook dat moet ik even zo meteen met mijn nagel en even een prikkertje netjes vastmaken. En zo kan ik wat meer bloemetjes rollen. En dan hierop vastmaken. Nou, het vastmaken met mijn nagels en een satéprikker doe ik zo meteen. Maar dan heb je een beetje een idee voor mijn cactus. Die maak ik dan straks af. Gaan we even naar cactus nummer 2. Een ander kleur groen. Dat vind ik dus ook zo leuk aan het pakketje bij Action. Je hebt dus een groen en verschillende tinten. Dus dan kan ik al heel snel wat verschillende cactussen maken met steeds andere kleuren. Dus dat ziet er dan ook wel leuk uit. Oké, even een beetje bol en dan ietsje doorrollen dat hij dan wat minder bol is.
Zo, ik denk dat dit er wel leuk uitziet. Een klein beetje hier wat langer maken, want dan kan ik hem daar in het zand steken. Hetzelfde geldt voor deze. Hieronder even een puntje maken waar ik hem dan makkelijker in het zand zo kan steken. En zo. En dan met geel. Even een sliertje rollen. En dan kan ik hier kijken of het me lukt. Nou, mag wel wat dikker. Even iets dikkere slierten. Zo. Om daar een beetje puntjes op te maken van een cactus. En ook hierbij, dat wordt zo meteen even een priegelwerkje. Even met mijn nagel of met satéprikkertjes even allemaal puntjes. Vastmaken. Nou, zo heb je een beetje een idee gekregen hoe ik mijn cactus zo meteen ga maken. Nou, ik ga er zo even allemaal leuke puntjes aan vastmaken. Dat doe ik dan zo meteen. En dan cactus nummer 3. Even nadenken, hoe ga ik die maken? Even kijken hoor. Eén wat grotere, die mag wel wat groter zijn. En één wat kleiner. Zo. Oké. Nou, deze is nog heel hard. Even een beetje kneden. Zo, dan even een bolletje rollen. En zo plat drukken. En dan, wow, daar vliegt hij weg. Onderaan weer even een puntje waar ik hem zo in het zand kan steken. Zo. Dan wordt dit bolletje nummer 2. Die is wat minder groot. Plat maken. En dan hier tegenaan een beetje zo schuin. En ook dit even netjes vastmaken. Zo. En dan wordt dit bolletje nummer 3. Plat maken. En die plaatsen we er zo een beetje leuk op. En ook dat zo. Netjes vastmaken. Nou, dat ziet er wel een beetje uit als een cactus. En ook hier gaan we even wat leuke bloemetjes op vastmaken. Ik moet hem nog beter vastmaken zoals je ziet, want anders laat hij heel snel los. En ook hier gaan we wat bloemetjes op doen. Even kijken, heb ik hier ergens roze? Ja, hier. Zo, een beetje roze bloemetjes. Gewoon een beetje een rondje draaien. Ietsje groter. Zo. Een rondje draaien, zo. Erop plakken. Vastmaken. En dan met de satéprikker een beetje. Een beetje structuur geven, zodat het een beetje lijkt op een bloemetje. Oké, nou, ik ga even deze 3 cactussen nu zo afmaken. En daarna ga ik het in de oven bakken. Wat had ik nou net ook alweer voorgelezen? 20. Nee, nou raak ik weer helemaal in de war. Hier. 10 tot 15 minuten in de oven. 120, 130 graden. Dat ga ik even doen en dan kom ik bij je terug. En dan ga ik dit heel mooi in mijn schelpje plaatsen. En ik heb de cactussen uit de oven gehaald. Nou, hier zie je hoe de eerste eruit is komen te zien. Die gaan we vast een plekje geven. Zo. In mijn woestijntje. Nou, een zandslangetje. Er leuk bij. Dat is wel heel gezellig. Anders kan je cactus niet meer zien. Zo. Dan heb ik die zo gemaakt.
In dit geval heb ik dus eerst één kant gemaakt met de stekels. Toen heb ik het even 10 minuten in de oven gedaan. Eruit gehaald en dan wel uithalen met dat je zeg maar met een pannenlap of zo. Want anders brand je je handen natuurlijk. Even laten afkoelen. Toen heb ik dus de andere kant gemaakt. Nou, die kan dus ook al een heel leuk plekje krijgen. Nou, waar gaan we die plaatsen? Hier zo. En dan heb ik cactus nummer 3. En die gaan we zo ook een leuk plekje geven. Nou, volgens mij vinden mijn woestijndieren het zo wel heel erg leuk. Lekker een leuk woestijntje zo om in te spelen. Ik hoop dat je het idee leuk vindt. Ik ben echt heel erg blij met jouw idee, Eva de Haan. Zoals je ziet, het is inderdaad simpel om te maken. En ik ben er echt heel blij mee. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Bedankt dat je altijd zo leuke ideetjes geeft. Heb jij zelf ook een idee wat ik zou kunnen knutselen voor mijn Hatchimals in mijn Hatchtope? Ja, nou laat absoluut je ideetjes hieronder weten. Want dat helpt mij natuurlijk ook weer. En wat ik ook vaak doe is als ik mijn dubbele Hatchimals weggeef. Want je ziet bij mijn uitpakvideo's geef ik mijn dubbele Hatchimals weg. Daarbij kies ik dan dus kijkers die mij meehelpen met leuke ideetjes bedenken. Want dat mag natuurlijk beloond worden. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet niet de video een like te geven. Ik had nog een idee om een groter woestijn erbij te gaan knutselen met wat meer cactussen. Maar dat zul je dus in een andere video zien. Hier zie je al mijn Hatchimal DIY, of al mijn Hatchimal video's, ook de DIY's. Dus mocht je Hatchimals leuk vinden, neem daar een kijkje. Tot de volgende keer. Doepa doe!